jongens en meisjes, dames en heren. En welkom weer bij deze gloednieuwe aflevering van Switch op deze donderdag 24 mei 2018. Ja, voor mij toch wel een beetje een bijzondere dag. En daarom maak ik meteen gebruik van deze gelegenheid om iedereen te bedanken die me vandaag ontzettend jarig heeft laten voelen. Of me nog steeds jarig laat voelen, want de dag is natuurlijk nog steeds niet om. Muchas gracias. Alle berichtjes, bijna allemaal heb ik inmiddels al bekeken. Of bijna allemaal. Ik heb ze nog niet beantwoord. Maar weet dat ik het zeer, zeer, zeer op prijs stel. En met al die lieve wensjes en die goede vibes weet ik zeker dat mijn journey als 39-jarige jonge vrouw, dat het helemaal goed zal komen. Dankzij jullie ook allemaal. Dus dank, dank, dank daarvoor. Nou, behalve dat het mijn verjaardag is, is het natuurlijk ook gewoon een donderdag uitzending. Waarin ik natuurlijk ook weer hele leuke mensen op bezoek krijg. Ik heb zometeen een heleboel hele muzikale jongeren op bezoek. We gaan uiteraard ook naar TBL Cinema's, want we hebben weer een paar spannende trailers voor jullie klaarstaan. En uiteraard gaan we ook bekendmaken wie de prijswinnaar is van de prijsvraag van vorige week. We gaan het volgens mij ook nog een beetje hebben over muziek. Kortom, we hebben weer een heel vol programma. En we gaan het als eerste nu hebben over een musical. En niet zomaar een musical met een boodschap. En het leuke is dat deze musical voor en door jongeren gemaakt is. Toch, dames? Ja. Zeiden ze heel erg rustig. Net babbelden jullie voor 10 uur, zijn jullie helemaal rustig. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Maar kijk, we weten natuurlijk wel allemaal wie de dame hier in het wit is. Maar daarom ga ik als eerste met jou beginnen. Want we weten nog niet wie jij bent. Ja, ik ben Jelani Hoega. Jelani, naast Jelani zit? Sharifa. Sharifa. Dan hebben we Patricia natuurlijk. Ja. En dan normaal gesproken helemaal druk in het DNA. Tussendoor heb je het nog even tijd kunnen maken om hier te komen zitten. Ja. Naast Patricia zit? Jael Ireland. Jael. Dames, waarom zijn jullie hier? Wie begint? We hebben zondag aanstaande hebben we een musical en het gaat over normen en waarden hoog houden. Oké, dus zondag hebben jullie een musical en het gaat over normen en waarden. Heel erg belangrijk in deze tijd. Maar Patricia, jij hebt de musical geschreven. Ja. Waarom en vooral wanneer? Vorig jaar, ik zag wat er allemaal gebeurde rondom onze jongeren. Mm-hmm. Vaak hoor je van het gaat slecht met de jeugd. Ja. En ik dacht van wat doen we eraan? Ja. Weet je, we kunnen alleen maar praten. Dus ik heb toen gezegd van ik wil een stuk schrijven genaamd Starry. Mm-hmm. En Starry is betekenis ster in het Sranang. Ja. En ik heb het toen geschreven. Ik ben toen gaan praten met twee mensen. Dat is Valerie Felician, zij regisseert het. Fabian van Mystical Valley. Mm-hmm. Ja, zij doet dan de dans gedeelte. Mm-hmm. Ik heb toen met ze gesproken en ze waren helemaal enthousiast. En toen zijn we op zoek gegaan naar jongeren om te spelen in die musical. En ik heb toen de jongeren gevonden, een dame Melissa Ellis. Zij is een van de moeders van een van de starries. Want ik zeg, voor mij zijn ze allemaal starries. Maar dat zij zie je meteen. Zij moeten het goede voorbeeld geven. Daarom komen ze ook op televisie. Helemaal. En deze starrie een beetje nerveus, zie ik. Klein beetje. En zo is het van de grond gekomen. En zondag, na 8 maanden oefenen en zoeken naar sponsoring. Is het eindelijk zover? En het is helemaal... ready. Starry naast me. Waarover gaat de musical? Nou, er zijn verschillende groepen in de musical. Mm-hmm. Je hebt nachtblinders, gangsters, socialize, Mama Aisa, Starry zelf. Dus je hebt verschillende figuren of karakters in de musical. Maar waar gaat het verhaal over? Nou, het gaat over een meisje. Mm-hmm. Ze werd op straat gezet door de moeder. Mm-hmm. Want ze was te veel aan het bidden. Te veel aan het bidden? Ja. Dat meisje was te veel aan het bidden? Was te veel aan het bidden. Dat hoor je ook niet zo vaak, ja. En die de moeder er op straat gezet. Maar zij wou voor haar broertjes en zusjes zorgen. Mm-hmm. En wou naar school gaan. Ja. Ze wou een titel hebben. Maar de moeder heeft er gezegd, nee. Ik zet je op straat, je moet de man gaan zoeken. Je moet geld gaan verdienen. Ja, zodat je eten en drinken voor je broertjes kan zoeken. Oké.
En dan, maar je moet niet alles vertellen, want anders hoef je helemaal niet meer te komen natuurlijk. Dus dan is het puntje, 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 puntje. Starry daarnaast, wat is jouw rol in deze musical? Ik ben mama Aysa. Jij bent mama Aysa. Oké, okay, hoe wist je dat er een musical gemaakt zou worden en dat ze daar jongeren voor zochten? Tante Patty heeft jezelf. Oh, jullie zijn familie. Oh. Nee. Dus oh, gewoon zo noem je tante Patty. Oh, vandaar. Ja. Oké. Okay. Maar tante Patty kent jou? Yes. En die heeft jou gevraagd. Yes, maar heb je vaker aan toneel gedaan? Ik heb vorig jaar december meegedaan aan een musical van Jurgen Reimann. Oh, dus het was toch niet heel vreemd? Nee. Nee, oké. Okay. En jij met mama Aysa en wilde je die rol graag hebben? Of hebben ze jou gevraagd of jij die rol kan vertolken? Ik wilde het ook graag hebben, dat hebben we ook gevraagd. Is het de hoofdrol? Nee, de hoofdrol is Afiba Stari. Oké. Okay. Afiba Stari. Ja. Jij bent de hoofdrol speelt. Hoe ben jij erbij gekomen? Of heeft tante Patty jou ook gebeld? Nee, tante Melissa. Mevrouw Illes, ja. Die is mijn ex-Nederlands leerkracht en toen was ze nog op school. Toen zei ze van ja, aan het toneelstuk, wil je niet even komen kijken of je het wilt doen? En toen ben ik gekomen en toen vond ik het leuk, gewoon een leuk verhaal. Toen zei ik oké. Dacht je, oké, ik heb nu toch niks te doen. Okay. Nee, ik was wel enthousiast. Je was wel enthousiast, maar had jij al ervaring met toneel of musical? Ja, ik zit op onstage, dus elk jaar heb ik een toneelstuk. Ja, mijn bro, het was easy peasy. Wat is er zo, of tenminste, waarom vonden jullie het belangrijk om eraan mee te doen? Dan begin ik bij jou weer. Los van het feit dat je misschien gevraagd bent hoor. Ik vond, ja, de jeugd van nu is niet op het punt van dat ze naar school willen gaan. Zijn ze niet gemotiveerd? Nee. Maar jullie zijn ook jeugd. Ja. Maar hoe komt het dat een deel van de jeugd dat niet is en een deel van de jeugd dat wel is? Waar zal dat aan liggen, denken jullie? Nee, iemand mag, het maakt niet uit wie antwoordt nu. Oh, ik denk dat het misschien, ik denk, ze kunnen een goede opvoeding thuis hebben, maar dan ligt het misschien aan hun vriendenkring. Of misschien is het gewoon uit hunzelf. Ja. Maar hoe komt het dat jullie zeg maar wel de discipline hebben om het zo goed mogelijk te doen? Want wat is dan het verschil tussen die groep die dat niet heeft en die groep die dat wel heeft? Is een beetje een lastige vraag, dat weet ik. Maar waarom zijn jullie wel zo gedreven om je schooldiploma te halen en om straks succesvol te zijn? Ik denk dat het gewoon is omdat we weten dat we gewoon een titel moeten hebben in de maatschappij. Ja. Dat het gewoon een must is. Want ja, het is ons ook gewoon aangeleerd, gewoon met de paplepel. Maar ik denk dat er ook veel jongeren zijn die dat ook misschien thuis met de paplepel. Ja, en het gewoon niet willen. Maar dan komt het ook van jezelf, want iedereen is hun eigen persoon. Ja. En je moet zelf weten wat je wilt doen en wat je wilt bereiken. En we willen zeg maar met het toneelstuk willen we dat jongeren toch wel... Kijk, school is niet altijd leuk. Maar werken is ook niet altijd leuk. Toch, tante Patty? Werken is ook niet altijd leuk. Kijk naar Bolletje, die kijkt alleen maar zuur. Die is aan het werk. Die vindt het ook altijd niet altijd leuk. Ja. Nee, het is niet altijd leuk, maar het is toch iets dat je moet doen. Het is gewoon zo. En, ja. En maak er het beste van. Ja, precies. Ja, toch? Maar wat is, denk je, datgene waardoor jongeren in de verleiding komen om toch soms van het pad af te wijken? Te denken, het is door drugs, drinken, alles. Dus ik wil er niet, dus ik ga stoppen met mijn school en ik ga dat liever doen. Omdat ze denken dat het ziet er misschien leuker en gezelliger uit. Maar de negatieve trekt de jeugd aan. Maar niet deze jeugd die hier zit. Nee. In welke klas zitten jullie trouwens? Nou, ik zit in de zesde. Zesde, dus dit is een heel spannend jaar voor jou. Ja, 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 ja. Maar gaan we slagen? Tuurlijk. Met Tina? Oh, pardon. Ja. Je bent echt een echte ster. Jij? Derde Mule. Gaat het goed? Ja. Nou, dat kwam er een beetje twijfelachtig uit, hoor. Ik ben gewoon bang. Gewoon. Maar er zijn geen tienen, maar wel voldoendes. Ja. Dus we gaan wel over. Ja, wel over. Dat is het allerbelangrijkste. Sowieso. En jij? Vierde Milo. Ook een spannend jaar voor jou. Jawel. Ik moet nog vragen of we gaan slagen. Ja, we moeten slagen. Ja, nee, we moeten slagen. Maar gaan we dat doen met Tina ook? Tina. Waarom voor die Tina gaan als het ook met een 7 kan? Ik ga voor het beste. Oké. Ik werk wel voor die 10. Oké.
Maar nu hebben jullie, of jullie doen mee aan deze musical. Heeft een van jullie zoiets van, oh, dit vind ik zo leuk, ik zou daar best wel iets mee willen doen. Later als ik groot ben, of daar verder in meegaan. Ik wel. Jij zit op onstage, jullie twee? Of denken jullie nou gewoon leuk een keer? Ik wil wel. Nee, ik denk iets met muziek of zo. Jij wil iets met muziek doen? Ja. Oké, en jij? Ik wil iets met toneel. Jij wil wel echt iets met toneel? Zie je jezelf al staan voor het grote publiek? Nee. Oh, jij wil gewoon lekker toneel gaan doen zonder publiek? Nee, ik ben bang voor publiek. Nee, nou je bent zo flink. Weet je hoeveel publiek er zit? Alleen zie je ze niet. Maar je doet het heel erg goed. Ja, omdat ik ze niet zie. Omdat je ze niet ziet. Wanneer je op een podium staat, moet je ook gewoon doen alsof je ze niet ziet. Doet Tante Patty ook wel eens, toch? Ja. Als ze daar aan het werk is, doet ze ook gewoon wel eens. Ja, gewoon proberen, gewoon proberen. Meisjes, aanstaande zondag is de première. Ja. Is het eenmalig dat het te zien zal zijn? Nee, we doen het de eerste keer wel. Voor zondag aanstaande, maar daarna zijn we er in augustus weer. Oh, okay. Tijdens de komkommerweek voor de scholieren, omdat we dan alle scholen erbij willen trekken. Erbij willen halen, omdat CCS veel te klein is, 200 mensen. Nee, dat gaat dus ook allemaal niet je kan niet iedereen bereiken. Nee, dus in augustus doen we het voor de scholen. En natuurlijk, je hebt het team al, dus je gaat kijken van oké, willen ze verder? Mm-hmm. En als ze verder willen, wat gaan we verder doen? Ja. Want we moeten sowieso positief blijven voor de jeugd. En wat je ook hoort van oké, het gaat slecht, het is niet goed. Oké, maar we moeten nu kijken hoe kunnen we het oplossen. Want we weten dat er problemen zijn, maar wat is nu de oplossing? Dus daarom. En met Stari willen we alvast een basis leggen voor bewustwording. Oké. Maar nu aankomende zondag is het voor iedereen. Oké, maar ik neem aan dat ik een kaartje moet halen. Ja. Dus niet gratis. Nee. Dus ze kunnen wel bellen. Oké. Op 858-9841. Oké. 858-9841. Ja, dan kunnen ze bellen. Of ze kunnen ook Patricia Etnel googelen. Dan zien ze mijn telefoonnummer gelijk. Oh, echt? Ben je zo makkelijk bereikbaar? Dus Nooit ze hebben mijn telefoonnummer en dan kunnen ze me bellen. Voor de kaartjes, ze moeten wel heel snel zijn, want er zijn maar 200 kaarten. Ja, dat wilde net zeggen, maar het is niet zo groot. Kijk, jullie hebben een grote fanclub ook. Dus ze moeten wel bellen. Dus als ze nu luisteren, moeten ze nu bellen, want anders hebben ze geen kaartje. En anders moet je misschien weer wachten tot augustus. Totdat er misschien een extra voorstelling is voor niet per se alleen de scholen, maar natuurlijk ook gewoon voor jullie om te komen kijken. Maar Patricia, je hebt nu deze musical geschreven. Smaakt het naar meer? Ja, het smaakt naar meer. En heb je er tijd voor? Ik maak er tijd voor. Heb je al een idee voor je volgende? Ja. Echt waar? Ja. Gaat het zo snel? Ja. Zien we deze sterren daar weer in? Ach, ze willen natuurlijk. Ja. Oh! Nou, dus overleggen waren we niet. Waren helemaal niet. Ja, dus als ze willen, dan zijn ze in dat van volgend jaar. Maar dat is volgend jaar natuurlijk volgend jaar, niet nu. Nou, eerst gaan we deze stad naar nog grotere hoogte brengen. Je hebt het gehoord, aankomende zondag. Is de allereerste opvoering, om het zomaar te noemen, in het gebouw van het CCS of bij het CCS-gebouw. Ja. Maar 200 plaatsen zijn daar, dus zorg ervoor dat je inderdaad eventjes belt voor een kaartje. Hou de mediaberichten ook nog goed in de gaten, want de musical komt dus nog weer terug en dat is dan in augustus. Dus mocht je het zondag gemist hebben of achter het net hebben gewist wat het kaartje betreft, dan moet je in ieder geval zorgen dat je bij de volgende ronde er natuurlijk wel voor bent. Trouwens, waarom heb je voor CCS gekozen en niet voor een Thalia of een congres al waar nog veel meer mensen in kunnen? Dus kijk, soms moet je leren kruipen en niet direct rennen. Dus ik dacht van, weet je, je begint klein. En dan kijk je van, oké, is er animo, wil men, is iedereen enthousiast? En ik zie dat mij enthousiast is. Dus ik dacht van, oké, dan gaan we augustus. Omdat ik wil dat al die stadies moeten slagen, ze moeten overgaan. Ze moeten studeren, onderwijs is belangrijk. Maar deze gaat zo, Tine, hallo. Ja, de Tine koningin. Augustus is komkommerweek, een beetje rust ook voor de studenten. En dan wil ik dan komen met een musical en dan gaan we wel naar Nis. Ook, kijk, zie je, we hebben al een primeurtje, dan gaan we ook naar Nis. Nou, hartstikke goed. Dametjes die nog naar school gaan, ik wens jullie ongelooflijk veel succes met examen en met het overgaan. Ik heb ook examen. Oh, je hebt ook examen, je zit in de? Ja. Derde klas. De toelating. En wanneer is jouw examen? 4, 5 en 6 juli. Is straks. Ja.
Maar we gaan toch slagen. Je bent niet zomaar een ster, hè? Natuurlijk. Natuurlijk. Dus jullie gaan sowieso alle drie slagen. Patricia, ik wens jou natuurlijk ook nog heel veel succes met los van je werk. Ook met deze leuke producties waar je mee bezig bent. En hou nogmaals goed de mediaberichten in de gaten. Kijk, Patricia is makkelijk te bereiken hoor. Google er gewoon eventjes. Maar als je er nou toevallig ziet staan achter die microfoon in de DNA, bel dan even niet. Wacht even totdat ze klaar is met praten. Ik ga er nu uit. En als ik terug ben, dan, dan gaan we het vanzelf wel zien wie mijn volgende gasten zijn. Tot zo. Terug uit, zie je, ik word helemaal afgeleid. Terug uit de muziekbreak, de allernieuwste van Nisha Medaren en Jackson Bly. En voor deze muziekbreak hebben jullie natuurlijk kunnen kijken naar de drie dames die samen met Patricia Etnel zijn meegekomen. Zij schitteren in een nieuwe musical genaamd Starry. Aankomende zondag in het CCS-gebouw wordt het voor de allereerste keer opgevoerd. Wil je daarbij zijn, moet je dus eventjes contact maken met Patricia Etnel zelf. Dus zoek er eventjes op via Google of op Facebook. Maak contact om zo aan jouw kaartje te komen. En ik zei het net in de break, ik zei dat tegen de heren hier in de studio. Is zo leuk dat je van een ene groep dametjes doorgaat naar een andere groep dametjes. De eerste groep hield zich bezig met toneel en de tweede groep houdt zich bezig met muziek. Toch dames? Ja, kijk, dan zijn jullie allemaal nu in beeld. En tijdens de muziekbreak, dus daarom had ik het niet door, werd er gezegd, giechelen jullie eventjes met z'n vieren. Om even te ontspannen. Ja, om even te ontspannen. Nou, leuk dat jullie er zijn. Ik heb net al gehoord hoe jullie eten, maar dat weten we thuis nog niet. Dus we gaan even het rijtje af. Jouw naam? Megan. Shanaika. Ishana. Samira. En Samira. En jullie houden van muziek? Ja. Alle vier. En jullie volgen allemaal lessen op de Volksmuziekschool. Jawel. Ja, hoe leuk is dat? Was het stil? Ik dacht dat het al heel leuk. Heel leuk, denk ik, want anders zitten jullie daar niet. Jawel. Oké, luister. Spelen jullie allemaal al instrumenten? Nee. Oh, nog niet? We doen alleen zang tot nu toe. Jullie doen zang? Ik speel gitaar. Jij speelt gitaar. En waarom heb je gekozen voor gitaar? Omdat ik het heel leuk vind. Maar hoe wist je dat je dat heel leuk zou vinden? Omdat ik het vaak op tv zag en ik zag heel veel mensen spelen, dus dan vond ik dat het leuk zou vinden. En toen dacht je, nou dat vind ik wel leuk. Wil je ook echt muzikant worden? Of denk je gewoon als hobby? Beide. Ja. Dus je begint ermee als hobby, maar als je er straks heel veel geld mee kan verdienen, als Shakira of weet ik veel wat, dan is het ook goed. Ja. Oké, nou hartstikke goed. En de drie overige dames zijn zangeressen. Ja. Oh, wauw. Zien jullie jezelf als de nieuwe Beyoncé's? Of als de nieuwe Cardi B's? Nee. Niemand wil professioneel? We denken er nog over na. Jullie echt waar. Maar niemand van jullie zegt van, nou, ik bedoel, Lady Gaga gaat ook op een dag met pensioen. En ik wil dat wel graag willen. Heeft niemand dat van jullie? Maar ik zie dat jij er toch een beetje over na zit te denken. Je hebt toch altijd wel iemand naar wie je opkijkt. Maar naar wie kijk jij op? Nou, ik heb heel veel. Nee, maar noem maar een paar. Nou, Beyoncé is een van ze. Ik hou heel veel van Ed Sheeran's muziek. Ed Sheeran gaat ook op een dag met pensioen. Ja, maar dus als jouw beurt dan... Daar is. Dan kom je natuurlijk naar voren als jezelf. Dan sta je daar. Ja. Maar jij speelt gitaar, jij zingt Ed Sheeran doet beide. Dus ik weet niet wat jullie dan moeten doen, maar jullie moeten iets dan combineren met elkaar. Of jij zingt, jij zingt ook. Ja. Dus jij zou eigenlijk dan de nieuwe Ed Sheeran kunnen worden. Ja toch, maar dan als meisje. Ja. Ook heel leuk, maar dan kan jij gewoon Beyoncé worden, de nieuwe of zo. Ja toch, en jij? Ik zing ook. Ja, jij zingt ook. Maar heb je een zangeres waarvan je denkt van, nou, ik zou wel zo goed willen worden? Nou, Waar je tegenop of dat je zegt van, nou, dat is wel een beetje mijn idool. Ik heb wel een Hindustaanse die in India is, Shreya Ghoshal. Oké. Die ik daar ken. Maar nee, ik ging tot Nisha. Confirm. Ja, maar dat wel. Ja, maar zij is zangeres, maar zij komt niet in Bollywood films voor. Nee, zingt zij die liedjes ook in? Ja, ze zingt wel die liedjes, ja. Oh, zie je jezelf als zo iemand? Ja,
Op een dag? Ja, dat zou je wel heel graag willen. Dat kan wel, dat kan wel. En jij? Kijk, zie je, de rest is al geweest. Oh jee. Ja, oh jee, oh jee. Heb je een idool? Of is er muziek waarnaar je graag luistert? Ik ga meer naar de oudheid, dus... Naar de oudheid? Ja. Oké. Dus blues... Dat is natuurlijk heel oud. Voor jou, ja. Ja. En... Ja, ik ga meer naar vroeger. Ik ben niet echt iemand die luistert naar de muziek van nu. Nu? Oké, maar zijn er bepaalde liedjes of bepaalde artiesten van toen waarvan je denkt van, nou, daar luister ik echt graag naar? Louis Armstrong. Louis Armstrong, oké. Okay. En ik hou heel veel van Frank Sinatra. Maar dat vind ik wel heel grappig, want je bent nog pieper de piepjong. En je luistert naar Frank Sinatra. Ja, ik heb een kleine old soul, dus... Nee, ja, duidelijk, ja, duidelijk. Maar heb je zoiets van... Heb je bij jezelf zoiets van, dat is wat ik ook wil bereiken met mijn zang? Dus zo, want Frank Sinatra was natuurlijk, Louis Armstrong ook, waren natuurlijk mega grote sterren. Ja. Heb je zoiets van, dat zou ik ook graag willen? Als de kans er is, dan ga ik wel ervoor, als het voor mij is natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar waarom zou het niet voor jou zijn? Dat dacht Frank Sinatra ook op een dag. En kijk eens aan, zoveel jaar later is hier een piepjong meisje die nog steeds helemaal weg van hem is. Maar hoe kom je aan de liefde voor die muziek? Mijn ouders, ze luisteren heel veel naar oude muziek en ik ben er weer opgegroeid. Groeit, ja. Ja. Dus... Oké, maar als je Cardi B hoort, dan denk je, oh nee hoor. Nee. Bijvoorbeeld, ik noem gewoon even de naam. Sorry Cardi B fans, sorry, het was even een voorbeeld. Dan denk je, oh niet voor mij. Nee, het is niet iets waar ik graag luister. Als ik... Als je het op de radio hoort, prima, maar je zou het niet gaan zitten downloaden. Ook niet prima. Nee, ook niet prima? Nee, ik haal het weg. Oh, je haalt het echt weg? Ja. Oké. En jij, want nu, ik dacht dat jij alleen gitaar speelde, maar jij zingt dus ook. Ja. Zie je jezelf als een kleine Ed Sheeran? Toch wel een beetje? Wat maakt het dat jij dat zo leuk vindt? Of wil je zo'nzelfde artiest ook worden als Ed Sheeran? Ja. Ja? Maar ja, dan hebben we natuurlijk, Ed Sheeran is wel een jongetje natuurlijk. Wie zit er? Taylor Swift, is dat ook nog een beetje in die range? Oh, die vinden we niet zo. Oké, het is echt alleen Ed Sheeran. Nog een paar. En zoals? Ik luister naar verschillende talen. Dus ik luister naar Koreaans bijvoorbeeld. Koreaans? Ja. Oh. Yes. Dit is wat anders. Yes. Wat zeg je? Nee, mijn zusje en mijn broertje luisteren ook naar BTS. Dat schijnt een hele hype te zijn. Dat is dat ding ook? Of dat niet? Je vindt het gewoon leuk. Maar hoe weet je nou wat ze zingen? Oh, wel. Ik vertaal het gewoon, dat weet ik wel. Je vertaalt het gewoon? Ja. Dus jij verstaat Koreaans? Nee, maar dat was het. Oh, je praat in Engels. Ja. Oh, oké. En naar wat voor soort talen luister je nog meer? Spaans. Oké, nou dat is wel logisch, ja, Engels. Nederlands. Oh, maar dat vind je niet zo spannend, zie ik al. Nee, dat Koreaans is toch een stuk spannender. Engels ook. Engels is ook heel erg leuk. Nou, hartstikke goed. Maar dames, jullie zitten hier niet zomaar. Kijk, nu weten we gewoon heel veel van jullie, hè? Heel veel. En ik vraag dit, want stel je nou toch eens voor dat ik op een ochtendje wakker word. Ik sla de krant open en ik zie een van jullie hoofden zo groot. Jullie zijn doorgebroken in Amerika. Dan kan ik tenminste zeggen dat jullie bij mij waren en dat ik het al wist van tevoren. Maar jullie zitten, los van het feit dat jullie deze informatie met mij wilden delen, zijn jullie hier niet zomaar. Toch? Wie vertelt daar iets over? We kijken allemaal naar jou, dus dan moet jij het wel zijn. Okay, we zijn eigenlijk hier omdat we op zaterdag, aanstaande zaterdag, hebben wij een fundraising. Oké. En dat is namelijk bij Rocco aan de Johannes Moenbrasstraat. Je gaat te snel, Isjane. Jullie hebben een fundraising. Waarom hebben jullie een fundraising? Okay, we hebben een fundraising omdat wij dus gezamenlijk met z'n allen geld willen verzamelen. Ja, ophalen. Ons project in vervulling te brengen. En wat houdt dat? Want niemand ziet wie daar achter de camera zit. Maar niemand ziet het. Wat is dat project? Back in Time. Back in time. Wat houdt Back in Time in? Back in Time houdt in
dat we ons focussen op de muziek van toen. Oké, dus hele jouw dingetje. ja, jouw straatje. Ja, uit de jaren 50 en 60. Mm-hmm. We doen het meer zodat we, eigenlijk meer voor onszelf, zodat we bewust worden van de muziek van toen. Oké. Okay. Want het was vroeger heel simpeler, maar veel mooier dan boem 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 van nu. Dan nu? Nu is het een beetje, dus mensen zeggen het is nu allemaal zo simpel, het wordt in een computer gepropt en dat is het. Ja. Yeah. Oké, okay, dus nu gaan jullie, willen jullie iets doen met de muziek van toen? Yes. Oké, okay, en dan wat moet het een concert worden? Ja. Een concert moet het worden. En hebben jullie daarvoor zelf de liedjes uitgezocht? Ja. Oh, jullie hebben allemaal dat zelf al gedaan. Yes. Zijn jullie alleen die daaraan meedoen? Nee. Hoeveel leerlingen doen daar ongeveer aan mee? Ongeveer. Ik denk ongeveer iets meer dan 20. Dat is toch aardig groot, die groep. En hoeveel liedjes mochten jullie zelf uitkiezen? Wat was het? Tussen de 1 en 2. Ja, 1, 2. Nee. Welke liedjes heb jij uitgekozen? Denken jullie na, want die vraag geldt ook voor jullie. Why Do Fools Fall in Love? Ach ja. En La Vie en Rose. Eigenlijk van Edith, de Franse zangeres. Oh, van Edith Piaf? Yes. Ja, je schrikt er helemaal van, dat weet je. Ja, precies, dat zie ik aan jou gezicht. Ik ben ook een beetje oud. En jij? To Know Him is to Love Him. To Know Him is to Love Him. Je zegt het ook zo romantisch. En wie zingt dat? Is eigenlijk een groep. Uh-huh. Wie is die groep? De teddybeers. De teddybeers! Je bent ook een beetje een beertje, dus ik kan me ook wel voorstellen dat je dat... En die heb je zelf gekozen? Ja. Die heb je zelf gekozen. Ishana, jij? Ik doe dit jaar niet mee. Jij doet dit jaar niet mee? Nee, dit jaar niet. Om je bent gewoon komen zitten voor de gezelligheid. Nee, je helpt wel heel hard mee. Maar als je een liedje had mogen kiezen, wat had je dan gekozen? Zo. Idee, maar ik zing meestal altijd in de stans, maar dit jaar zou je misschien Engels gaan, maar ik heb echt niet opgezocht. Dit jaar zou je Engels gaan, dat zouden we allemaal verstaan. Ja, en dan doe je mee. Volgend jaar doe je mee, in het Engels. En jij? O'Carroll van Neil Sedaka. Van wie? Neil Sedaka. Neil Sedaka. Neil. Wie had het liedje zingt zij, mama Marisa? O'Carroll. O'Carroll. Van? Neil Sedaka. Neil Sedaka. Oh, oké. Dat is een standaard, veel mensen. Ja, veel mensen. Oké. Okay. Nou, dat is dus echt een golden oldie. Maar daarvoor hebben jullie geld nodig uiteindelijk om dit allemaal op te zetten. En toen dachten jullie, weet je wat, dan gaan wij daar heel hard voor zwoegen. Want wat gaan de dames doen? We gaan auto's wassen. Precies. Kijk, en al die mensen thuis, die dachten, ja, zij gaan natuurlijk gewoon ergens op het plein staan, of weet ik veel wat. En dan gaan ze zingen, dan moeten we allemaal geld natuurlijk gooien, net als bij een echte straatmuzikant. Maar jullie gaan auto's wassen. Ja. Weer eens wat anders. Ja. Ja, toch, wie is op dit briljante idee gekomen? Zo, ik denk echt aan ieder. Ja, jullie dachten allemaal, we willen niet te veel moeilijke dingen doen. Iedereen rijdt wel rond in een smerige auto. Het moet wel een keertje gewassen worden. Zaterdag is dat. Ja. Bij? Rock Oil aan de Johannes Moengrastraat. Rock Oil aan de Johannes Moengrastraat. En vanaf hoe laat kan ik mijn dirty car komen brengen? Van 8:00 tot 2:00. Van 8. Nou, dames, het is vroeg, hoor. Van 8:00 tot 2:00. En hoeveel kost het om mijn auto schoon te maken? 25 SLI. Dat is wel heel goedkoop. Ja, het is eigenlijk alleen buiten was. We doen geen sorry. Oh, jullie doen alleen buiten was. Jullie doen ook geen binnen was. Nee. Oké. Okay. Jammer. Want ik nou had namelijk al bedacht, ik breng mijn auto naar jullie toe, maar het is alleen de buitenkant. Ja. Oké, dus 25 SCD, dan wordt je auto helemaal mooi geshined. Maar, kijk eens naar deze leuke snoetjes. Die ga je toch meer geven dan 25 SCD om je auto te wassen. Dus, als je nou zit te kijken en je denkt, nou inderdaad, mijn auto is zo vies door het weer hè, van de laatste tijd. Maar mijn auto, ik weet niet. Voor jullie, Bolletje, is jouw auto heel schoon? Nee, ook niet. Ja, nee. Jura, jij? Oh, Jura? Ja, Jura kan ook wel een wasje gebruiken. Ja, precies. Nou, die van mij dus ook. Als je zoiets hebt, nou, mijn auto is heel erg smerig. En ik natuurlijk, het moet sowieso gewassen worden. Dus waarom niet naar deze prachtige dames en hun medestudenten natuurlijk van de Volksmuziekschool. Die gaan allemaal hard hun best doen. Want ik zie een heleboel mensen al thuis denken, ja, maar als het deze vier zijn die al die auto's gaan wassen, dan gaat het wel even duren. Nee, het is gewoon een heel leger wat de auto's gaan wassen. Het leuke is dat het maar 25 SCD kost, maar...
altijd vrij om gewoon te zeggen 50 SED. Maar bij een andere car wash betaal je rustig veel meer hè, dan 25 SED. Dan betaal je 40 en weet ik veel wat. En hiermee ondersteun je nou ook nog eens een keertje goed doel. En als je zoiets hebt van, nou ja, ik heb geen auto, maar ik heb een brom. Is ook niet erg. Breng gewoon dan met je brom die 25 SED. Ga je wel weer weg met een smerige brom, maar je kan wel gewoon een duit in het zakje doen. Want het is wel de bedoeling dat jullie concert gewoon gaat plaatsvinden. Ja, toch? En wanneer is dat concert? Ons concert. 28 juli. Ja. Dat is, ja, maar dat is straks alweer. Ja. Dat is straks alweer. Ja, toch? Ja. Heel veel auto's moeten er gewassen worden zaterdag. Feiten wel. Ja, in feite. Ik hoef niet het exacte bedrag te doen, maar waaraan moeten we ongeveer denken wat jullie ongeveer nodig hebben? Ongeveer. Oké. Okay. Ik denk toch wel iets bij de 7.000 tot 9.000 ja. SND hebben jullie SND, nodig ja. Hiervoor. Ja. Ja, en weet je, ook de Volksmuziekschool is niet alleen van jullie, het is voor iedereen. Nee. Dus het is ook zo belangrijk dat het ondersteund wordt en dat niet alleen deze prachtige dames, maar ook al die andere leerlingen en de toekomstige leerlingen allemaal nog lessen kunnen volgen of gaan volgen bij de Volksmuziekschool. Want de Volksmuziekschool is juist daarvoor opgezet dat elk kind, elke student, iedereen die van muziek houdt en dat we iets willen leren, een instrument willen leren opstellen of leren zingen, dat ze daar terecht kunnen. Dus dan praat ik nu even tegen de mensen van het bedrijfsleven. Ik weet dat jullie ook zitten te kijken naar Switch. Er is maar, want als je in het bedrijfsleven bent, dan is 7.000 tot 9.000 SRD niet zoveel, maar 9.000 SRD nodig. Ja, ik begrijp dat heel veel bedrijven een heel groot wagenpark hebben. Maak de dames ook niet dood om alle wagens daar naartoe te brengen. Maar kom gewoon langs met een check of een envelopje. Dat kan natuurlijk altijd. En die is natuurlijk ook altijd van harte welkom. Dames, ik wens jullie ongelooflijk veel succes met wat jullie ook allemaal gaan doen. In de eerste plaats met school. Dat sowieso. Dat sowieso, hè. Wat een domper, hè, dat ik nu over school begin. School. En natuurlijk ook met jullie muziekcarrières. Ik kan het wel eventjes zo zeggen. Yeah. En zaterdag ook. Ik denk dat ik toch ook even mijn auto zaterdag kom langsbrengen. Ja, afgesproken? Yes. Oké, okay, hartstikke goed. Ik ga er niet uit. Jullie mogen even blijven zitten, want houden jullie van de bioscoop? Ja. Nou, wij gaan nu dus eventjes naar de bioscoop. Tot zo. I know why we're here. A rescue op. Save the dinosaurs from the island that's about to explode. What could go wrong? Blue is alive. You raised her. Do these animals deserve the same protections given to other species? Or should they just be left to die? These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. You know me. DBL Cinemas, a mind-blowing experience. Do you know this woman? No. Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident. Ooh. So? So you want to hit a jewelry store? Not exactly. A diamond mine. Yes, that's exactly right. Or? What? The Met. 3.5 weeks.
the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. Oh, oh. Lucky you. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot. How long did it take you to figure all this out? 5 years, 8 months, and 12 days. Okay, everybody, let's get started. Here we go. Counting down. 3, 2, 1. Keep on. She's in. Dear God, that was spectacular. Seal the exits. We prepared for this. We will not be the prime suspects. Wait. Sometimes every time you move it, they have to start from scratch. What did she do? Turn it on. DBL Cinemas. A mind-blowing experience. Nou, weer terug hier in de ABC-studio. We hebben natuurlijk weer twee fantastische trailers hebben we gehad. En mijn dames hier naast me, die werden helemaal wild van de eerste trailer. En nog wilder van de tweede. Nou, dat had ik ook hoor, dames. Want het ziet er wel heel erg leuk uit, hè? Maar jullie zijn ook een beetje Jurassic Park fans. Maar dit is Jurassic World. Ja. Hebben jullie alle Jurassic Parken gezien? Ja, 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 ja. Helemaal enthousiast. Ja, helemaal enthousiast. Ik wil niks anders horen dan dat het over dinosaurussen gaat. Nou, een deel van de cast in Jurassic World is ook hetzelfde natuurlijk. Dat moet uiteraard ook wel. Jeff Goldblum, die speelt er ook in. Die had natuurlijk ook de hoofdrol in de vorige Jurassic films. Voor de rest gaan we James Cromwell zien. Bryce Dallas Howard, Chris Pratt en natuurlijk ook nog de rest van de cast. Maar ja, Fallen Kingdom, dat is eigenlijk een soort van vervolg. Want Owen en Claire die gaan enkele jaren na de gebeurtenissen van Jurassic Park weer terug naar het eiland Nublar. Daar staat een vulkaan die op elk moment kan uitbarsten. En die vulkaan is natuurlijk een bedreiging voor de dinosaurussen die daar nog rondlopen. Maar hoe waarschuw je een paar dinosaurussen? Hallo, kijk uit, er gaat een vulkaan uitbarsten. Nou, dat ga je zien in deze nieuwe film, Jurassic World, The Fallen Kingdom. Nu kan je die dus gaan bekijken bij TBL Cinemas. En ik dacht dat het aan mij lag, want ik ben niet zo'n Jurassic Park fan. En toen kwam de tweede trailer, dat is pas helemaal in mijn straatje. En mijn dametjes hier, die werden nog enthousiaster daarvan. Want dames, hebben jullie gezien wie daar allemaal inspeelt in de film? Ja, 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 ja. Nou, dat is Ocean's 8. Heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Was natuurlijk ook heel spannend hoe de film er uiteindelijk uit zou zien. Want als je zoveel grote sterren in één film zet, is het ook natuurlijk nog maar de vraag of het goed wordt ontvangen door het publiek. Nou, gelukkig is dat ook zo. We kennen alle anderen. We kennen Ocean's 11, Ocean's 12 is er. Is er ook een 13? Nou ja, in ieder geval een hele reeks met al die knappe mannen erin. En Matt Damon en Brad Pitt en George Clooney. Nou, noem het allemaal maar op. Andy Garcia speelt ook in één. Al Pacino speelt ook in één. Nou, Ocean's 8 zijn dus niet de heren waarom het gaat, maar om de dames. Nou, en als ik het over de dames heb, dan heb ik het onder andere over Sandra Bullock. Ik heb het over Anne Hathaway. Ik heb het over Kate Blanchett. Ik heb het over Rihanna. Ik heb het over Dakota Fanning. Jamie King, jawel. En natuurlijk ook over Katie Holmes. En James Corden komt erin voor. Natuurlijk de late night host. En ook heel erg bekend van de car karaoke, wat hij altijd doet met hele grote sterren. Matt Damon komt hier ook in voor. En Ocean's 8 volgt het leven van Danny Oceans, hè, die ooit dat groepje was gestart van de beruchte rovers. En Danny's zus is ook crimineel. Dat is Debbie. Zij wordt gespeeld door Sandra Bullock. En samen met de hulp van haar vrouwelijke rechterhand Lou, welke wordt vertolkt door Kate Blanchett, ja, gaan zij natuurlijk ook hun slag
proberen te slaan. En hoe dat er allemaal aan toe gaat. Ik denk dat er ook wel weer veel humor in zit, want dat zijn we al wel gewend van deze Ocean's speelfilm. Dus dat zal er bij deze keer ook wel bij zitten. Maar het zijn nu de dames die de hoofdrol hebben. Ocean's 8 ook nu te gaan bekijken bij TBL Cinemas. En we hebben natuurlijk ook weer een prijsvraag. Als je het juiste antwoord weet op de vraag, mag je dat mailen naar onderstaand adres. Ja, daar staat het. En welk antwoord moet je dan mailen? Nou, antwoord op deze vraag. Wat wil Debbie doen met haar leven als zij vrijkomt? Wat wil Debbie doen met haar leven als zij vrijkomt? Dus als zij uit de gevangenis komt, wat wil zij doen? Het juiste antwoord mail je dus naar onderstaand adres. Met je naam en je telefoonnummer. En wie weet krijg jij dan de gratis kaarten om naar TBL Cinemas te gaan. Vorige week hadden we ook een prijsvraag. Toen had ik hier Enver Chachi en Peter en Skal zitten. En die zijn ook helemaal wild van de film. Maar die zijn helemaal wild van de film The Avengers. Ben ik al geweest. Jullie houden van alle films. Nou, ik had een vraag. Misschien dat jullie dat weten. Met welk team hebben de Avengers samengewerkt om Thanos te verslaan in de film Avengers Infinity War? Met welk team? Ja, het is net alsof je op school zit, hè? Ja, dat is helemaal goed. Hadden jullie toevallig gemaild? Nee, dan winnen jullie ook niet de prijs. Maar iemand anders heeft dat wel gedaan. Dus één van jullie mag nu eventjes de prijswinnaar hieruit halen. Ja. Eentje. Want zoveel kaarten krijgen we niet, ja. Nou, dan mag één van jullie het ook even voorlezen wie de prijswinnaar is. Ja. Waar zie je dat? Moet je een beetje luid en duidelijk zeggen. Klopt het antwoord? Het antwoord is Guardians of the Galaxy. Jojo? Ja. Yeah. Jojo? Nou, ik weet niet of hij zo heet als dat zijn naam is. Dan. Jeremy Yosafat. Maar is het antwoord goed? Stel maar kijken. Ja, belangrijk. Ja. Nou, Jeremy Yosafat's avond kan niet meer stuk, want er zijn vier mooie dames die zijn naam hebben genoemd. jij bent de prijswinnaar van de kaarten voor TBL Cinemas. Gefeliciteerd. Jij wordt morgen natuurlijk ook gebeld door de administratie. Nou, nog eenmaal de prijsvraag voor deze week. Wat wil Debbie doen met haar leven wanneer zij vrij is? Komt. En Debbie is natuurlijk de zus van de Ocean's oprichter Danny Ocean. Maar wat wil zij doen met haar leven als zij vrijkomt? Dat ga je dus mailen naar dit adres met je naam en je telefoonnummer bij. En wie weet mag jij dan gratis ook naar de film. Dames, ik ga jullie bedanken voor het komen naar de studio en voor deze geweldige assistentie. Ja. Heel veel succes zaterdag. Dank u wel. Rust goed uit, want 8 uur beginnen is heel vroeg. Ja. Ik ga er nu eventjes uit en als ik terug ben, ben ik terug met mijn volgende gasten. Tot zo. Terug in de ABC studio voor deze muziekbreak hebben jullie kunnen kijken en luisteren natuurlijk naar die gezellige dametjes die hier op de bank zaten van de Volksmuziekschool. Zij hebben geld nodig, want ze gaan namelijk eind juli een fantastisch concert neerzetten genaamd Back in Time. Daarvoor hebben ze liedjes ingestudeerd uit de jaren 50, uit de jaren 60. Maar goed, daar is natuurlijk geld voor nodig. De dames die zitten niet achterover en ze gaan wachten totdat mensen geld naar ze toe brengen. Nee, ze willen heel graag een heleboel auto's zaterdag wassen. Dus is jouw auto wel smerig? Dan mag je die brengen naar Rock Oil aan de Johannes Moendrastraat. Vanaf 8 uur 's ochtends zijn de dames daar tot 2 uur 's middags. Alleen buitenwas gaan ze doen, maar dat kunnen we ze natuurlijk ook niet aandoen. Hè? Buitenwas, 25 SRD, maar. En het is dus allemaal voor het goede doel, want ze willen dus heel graag dat concert willen ze doen. Mensen uit het bedrijfsleven, ik spreek jullie natuurlijk ook allemaal aan. Ze hebben 9000 SRD nodig. Voor een bedrijf is er 500 of een 1000 SRD moet toch gewoon te doen zijn, lijkt mij. Ga ze eventjes opzoeken bij Rock Oil. En anders maak natuurlijk contact met de Volksmuziekschool zelf. Want misschien ben je niet in de gelegenheid om zaterdag daar naartoe te gaan. Maar ik weet zeker dat de Volksmuziekschool een andere optie heeft voor mensen die graag een donatie willen komen doen. Nou, en dan van twee groepen met dametjes gaan we nu over naar de heren. Het is alsof we het zo per se verwild hebben, maar het is gewoon vanzelf gegaan. Maar ik zit nu wel met allemaal heren naast. Maar goedenavond, heren. Goedenavond. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Maar we moeten eerst weten wie jullie zijn. Ik
ben Quincy Menzo. Quincy Menzo. Ik ben Gillian Slory. En Gillian. José Sempo, a.k.a. Shaniqua. A.k.a. Shaniqua. Oké, okay, jullie zijn hier niet zomaar. Nee. Nee. We hebben 26 mei aanstaande, zaterdag 26 mei. En we hebben een comedy show in het CCS. Oké, okay, maar nu gaan we eventjes terug. Want jullie zijn stand-up comedians. Ja. Oké, okay, en hoe lang zijn jullie dat al? Ik doe het nu al ongeveer 8 à 10 jaar. 8 à 10 jaar? Oh, dat is al lang. Ja. En jij, Gillian, hè, was het? Ja, Gillian. Serieus, zo 4 jaar. Serieus, maar ja. Denk je daarvoor niet serieus? Nee. Gewoon. Dat was wat het was. Nou, ja. Feestenpartijen van de familie. We hebben wat nodig om het op te fleuren. Ja, kom jij staan. Ja. Oh, oké, oké. Dan heb ik wel serieus opgepakt. En nu heb ik het serieus opgepakt. Maar stand-up comedian, wat moeten we ons daarbij voorstellen voor de kleintjes die nu zitten te kijken? Stand-up comedy is eigenlijk je levensverhaal vertellen. Mm-hmm. Grappige situaties waarin je zelf terechtkomt. Op een hele humoristische manier. Dus op een hele grappige manier. Oké, okay, maar is het ook altijd waar wat er is gebeurd? Wat jullie vertellen? Meestal. Bij mij wel. Maar voor andere comedians durf ik niet te spreken. En bij jou, Gillian? Ja. Altijd? Altijd. Maar maken jullie altijd iets mee waarvan je denkt van, nou, dit gaan we er even in gooien? Elk moment van de dag. Maar ja. Echt waar? Ja. Het is gewoon de manier waarop je het vertelt. Want jullie komen uit Nederland. Ja. Jullie zijn hier in verband met het communicatiecongres. Dan gaan jullie morgen ook wat doen. Maar toen jullie naar Schiphol gingen en in het vliegtuig zaten, hadden jullie natuurlijk heel lang de tijd om over grappen na te denken. Ja, klopt. Ja, toch? Ja, bijvoorbeeld toen we in het vliegtuig zaten, toen kwam die steward voorbij, toen was hij eten aan het uitdelen. Kip of vis? Ja, kip of vis. En ik vroeg hem, heeft u nog vis? En hij zegt, ja, we hebben ook vis, maar het is op. Dus, ja. Ik keek hem ook aan en dacht van, ja. Dus hij was gewoon even weggezwommen, die vis. Ja, dus dit zijn de momenten in het leven waar ik denk van, ja. Ja. Ja, eigenlijk wilde hij zeggen, ik wil jou zo graag die vis geven, maar ik kan het jou helemaal niet geven, want het is er gewoon helemaal niet. Precies. Gebruik je dat dan ook? Ja, soms wel, ja. Soms ja? Oké, nu kan je hem niet meer gebruiken, want je hebt hem nu al hier gebruikt. Die is voor nu, Suriname. Ja, die is voor Suriname. Hey, bedankt. En jij, Gillian? Ja, maar ik ben meer, voor mij is alles meer een beetje privé. Een beetje privé? Ja, wat er gewoon in mijn dagelijks leven gebeurt. Ik zeg altijd van, comedy is voor mij een uitlaatklep. Sommige mensen betalen om dat iemand ziet en gaat de persoon alles vertellen. Dat soort dingen. Ja. Maar ik word betaald om mijn problemen te vertellen. Ja, dus, is voor jou ook therapie. Win-win situatie. Iedereen gelukkig. Iedereen. Wij lachen, jij therapie. Een win-win situatie. En van de man gaat het kitchen. Ja, precies. Kan je ook weer boodschappen doen. Ja, precies. Heel veel mensen bekijken het niet zomaar. Nee, maar, ja, maar het is uiteindelijk natuurlijk gewoon wel ook zo. Ja, oké. Okay. Maar jij, José. Ja. Jij bent van Nederland ook of van hier? Ik woon nu hier. Je woont nu hier? Ja. Maar je zei me net, je bent al een keer eerder hier geweest. Eerlijkheidshalve kon ik het me niet meer herinneren. Ja, 2 jaar geleden was mijn eerste keer. Toen in Suriname deed ik ook een show, net als deze boys. Ik kom uit Nederland. En toen deed ik een show als Shaniqua. On stage. Wie is Shaniqua? Shaniqua is een personage dat ik heb gemaakt. Mm-hmm. Die zeg maar grappige dingen zegt, maar in adviesvorm. Dus het is eigenlijk een soort Tante S. Mix Judeska. Maar geen Tante S. Ik geef gewoon advies. Ik scheld niet uit bijvoorbeeld. Nee. En ik wil vrouwen eigenlijk ondersteunen in de dagelijkse problemen die er met mannen zijn of met vrouwen zelf of met je leven. Maar dat wil ik net zeggen, want hoe ga jij ons vrouwen daarin ondersteunen? Precies, want je bent gewoon een jongetje. Ja, precies. Nou, daarom heb ik dus Shaniqua. En die weet dat allemaal? Ja, zij is tante, zij weet alles. Zij weet alles? Zij weet echt alles. Je kan haar echt alles vragen. Gewoon, je gooit je probleem erin en je krijgt het antwoord eruit. De oplossing komt. Makkelijk. Geen issue bij haar. Maar je bent hier komen wonen? Ja. Ik ben onlangs een restaurant begonnen, hier in Suriname. Okay. Mag je even snel welk restaurant? Ja, restaurant Santiago en de Letitia Frizzera. Leuk. Oké. Okay. Ja. En toen dacht je, nou, dan kom ik hier. Ja, toen kom ik hier. Maar doe je ook iets in je restaurant hiermee? We zijn bezig met comedyavonden, een beetje Latijns-Amerikaans. We zijn Latijns-Amerikaans gericht. Dus zodra ik echt helemaal volledig Spaans kan, ga ik het ook in het Spaans doen. Ook heel leuk voor die mensen die dat niet verstaan in jouw restaurant. Precies. Ja, heel erg leuk. Oké, niet morgen. Zaterdag, jullie eerste optreden hier in Suriname? Ja. Spannend? Ja. Zo. Ja, samen. Zo samen. Wat verwachten jullie van het publiek?
verwachten van het publiek dat ze net zo losgaan als ons. Ja. Maar comedy is altijd, ja, ik vind dat zo, soms zo moeilijk om het leuk te vinden. Ja, kijk. En dan denk je, en dan zie je 100 mensen lachen en dan zit jij daartussen en dan denk ik, of ligt het aan mij? Nee, comedy is ook iets heel persoonlijks. Ja. Het is zeg maar wat jij niet grappig hoeft te vinden, vind ik wel grappig, hè? Vice versa. Ja. Dus, maar we doen ons best om op elk mogelijk vlak je lachspieren eruit te trekken. Ja. Okay. Niet letterlijk, anders was het een smerige boel. Nee, anders was het een smerige boel. Vrouwen lachen ook om andere dingen dan mannen. Dat, ja. Kinderen ook. En dus, dat is, als je een heel goede cabaretier bent of een comedian, kan je iedereen laten lachen. In je set, dat bouw je dan gewoon erin. En dat zijn deze boys, zijn fantastisch. Okay. En ik ben begonnen door hun. Oh, oké. Okay. Ja. Maar jij bent toen hier gebleven, maar straks blijven jullie ook gewoon hier. Dat, ik hoop het. Want er is al één restaurant, misschien eentje café of zo. Zou er ook zijn, man. Ja, toch? Een discotheek. Of misschien gewoon een kliniek voor al uw problemen. Ja, precies. Kijk eens, ik geef gewoon, ik hoef me er niet voor verkleden. Ik geef gewoon de oplossing. Luister, zaterdag, waar is jullie show? Zaterdag doen wij in CCS. In CCS, hoe laat? Vanaf 7 uur. Mm-hmm. En de show is tot 10 uur. Oké, okay, maar jullie starten om 7 uur of de inloop is 7 uur? De inloop is 7 uur en de show zelf start om 8 uur. Oké, okay, en als ik iets wel weet, ik heb het niet zelf ervan als dat ik laat was bij een comedy show, maar ik heb het gezien bij anderen. Als je ergens niet laat wil zijn, dan is het wel bij een comedy show. Waarom niet? Ik zou zeggen, probeer om te laten gaan, dan merk je vanzelf wel wat er gebeurt. Ja, toch moet ik kaarten hiervoor kopen? Juist. Een kaartje kan je halen bij Boombox, Technolobby. CCS en Biggie Passy Barbecue en okay. José's restaurant. Santiago aan de Little Chapis de Laan, toch? Hoeveel kosten de kaartjes? Een kaartje is 50 SRD. Oh, dat is nog wel te doen voor een leuk avondje uit. De line-up is geweldig. We hebben Enver Panka die het aan elkaar host. Die is altijd leuk. Juist. We hebben Gracia van Stamperen die comedy komt doen. Oké. Okay. En Romano Wip. Die is ook altijd leuk. Precies, dus we dachten ook van hé, we komen hier wel. Maak een leuke combinatie 16. Ja, combinatie 16. Ja, doe het. Een stapje vooruit. We hebben Danitja die prachtig voor ons komt zingen. Ja. Is dat 50 euro? Of 50 SRD? 50 SRD. Ja, SRD. Als euro was, dan hadden we wel wat meer willen zien. Nee, 50. Maar de euro is gezakt, dus er is geen spang, rustig. 50 SRD. Voor 50 SRD. Zaterdagavond lachen, gieren, brullen in het CCS-gebouw. Je hebt gehoord waar je kaartjes kan krijgen. Toevallig weet ik dat in de media er ook wat informatie over verdeeld is. Ja, check deze jongens, want voordat je het weet, ooit eens kwamen hier ook comedians. Ja, die waren toen ook nog niet eens zo lang bezig en inmiddels zijn ze zo groot geworden dat ze maar één keer in het jaar of soms maar één keer in de twee jaar tijd hebben om naar Suriname te komen. Dus kom en support your own. Yes. Ja, yes. Toch? Yes. Nou, goed zo. Heren, dank jullie wel voor het komen naar de studio. Dank jullie wel. Tijdens de mooiste dag van het jaar. Dat is. Ze denken wat echt. Ga ik jullie straks. Ik ga er nu uit en als ik terug ben, dan ben ik terug met DJ Joel. Tot zo. Terug in de ABC-studio. Dat was Pinas Emmanuel. Heb ik dat goed even in de flits gezien? Ja, dat was Pinas Emmanuel. Daarvoor had ik de heren uit Nederland, de stand-up comedians uit Nederland. Aankomende zaterdag is hun show in het CCS-gebouw. 50 SRD slechts. Met een mooie combinatie van hun grappen. Met de aanwezigheid van Danitja die komt zingen. Enver die erbij is. Romano Wip die daarbij is. Kortom, een leuk, gezellig avondje uit. Dat is aankomende zaterdag bij CCS. Ja, en van de ene jongensgroep gaan we doen naar de andere jongensgroep. Het lijkt wel alsof ik twee keer een boy bent achter elkaar hier. Ja, leuk dat jullie er zijn hoor. Leuk, ja, hallo. Hallo, DJ's. Kijk, voor die mensen, voor die kindertjes hè, die wel eens hebben gehoord over hem, maar helemaal niet wist hoe hij eruit ziet, want je bent gewoon zo'n veteraan inmiddels. Hey, ja, hoppa. Veteraan. Je hebt toch je strepen verdiend? Veteraantje. Veteraantje, oké. Okay. DJ Mario, leuk dat je er bent. Je bent eigenlijk, je bent volgens mij bijna nooit bij mij geweest. Nu niet zo vaak. Nee. En al die 80.000 jaar dat je draait? Ja, nee, het was lang terug. Ja. En gewoon niet meer. Het DJ'en blijft leuk hè, voor jou. Ja,
Het blijft leuk, hè? Steeds maar lies, every het, time. Ja, hè? Dit is echt jouw, dit is gewoon echt jouw ding. Ja, helemaal. Helemaal. Dus kan je leven voorstellen zonder draaien? Nee, hè? Nee. Zonder muziek sterft deze hele wereld. Ja, oké. Okay. Maar jij was... Waarschijnlijk als eerste. Ja, precies. Nou, daarnaast kennen we deze DJ. Die kennen jullie misschien wel, want hij is er ook heel vaak op hele gezellige verjaardagen. Toch, DJ Joël? Ja. Ja, en dan doe je alles tegelijkertijd. Je bent MC'er, DJ, de boel, entertainer. Ja, dat maakt me wel een beetje apart. Dat maakt je wel een beetje apart. Want hoe lang draai jij nu al? Nu gewoon naar de 14 jaar. Hè? Dat is ook al heel erg lang. Dat is zelfs al voorbij de Mulo schooltijd, 14 jaar. Ja, 14 jaar, ja. Oké, okay, en het verveelt ook nooit. Nee, het blijft interessant. Het blijft leuk, hè? Oké. Okay, zolang er een aanvraag is, hè? Ja, zolang er aanvraag. Jij moet wel brood op de plank brengen, natuurlijk. En daarnaast? DJ Fano. DJ Fano? Ja. Ik wist het even niet. Ja, ik ben DJ Fano. Oh, nou, ik vind het leuk dat DJ Fano. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, leuk. DJ Fano, hoe lang draai jij al? Maar ben je ergens een huis-DJ of zo? Ik draai met Joël. Oh, echt waar? Ik ben met Joël begonnen, ja. Ooit eens? We doen het samen. En je entertain, ik draai, dus zo gaat het nog steeds. Waarom heb ik nou nooit het idee dat ik heb het idee dat ik jou nog nooit heb gezien? Ja, is het een opkomende organisatie genaamd Joel's World. Uh-huh. En dan heb je dan Fano erin, je hebt een andere mascot erin. Oh, ben jij een mascot? Nee, ik ben Fano. Je bent gewoon DJ Fano. DJ Fano, ja. DJ Fano, oh oké. Okay. Maar draai jij ook ergens gewoon? Ja, ik heb een paar clubs gedraaid, ik heb een paar evenementen gedraaid. En elke donderdag ben ik de DJ in Havana Lounge. Oké. Dus mensen die wel elke donderdag naar Havana Lounge gaan, die zeggen, hoe kan je hem nou kennen? Maar luister boys, jullie zijn hier niet zomaar. Oké, vertel het maar. Het gebeurt zaterdag 26. Nee? Zitten er mee, Time Travelers. Kort gehoord bij het vat. Hebben we onze 80s, 90s en 80s, 90s en now party. Ja, 80s, 90s en now party. Vandaar die naam Time Travel. Ja, leuk. Het is geen 80s, 90s en now, hè? Ik bedoel, het is 80s, 90s en now. Ja, maar ja, weet je, ik sluit me gewoon bij jou aan. Want ik hoor denk ik in jouw cirkel. Ja. Dus wij zijn sowieso in de meerderheid. Mario, maak je maar niet druk. Dus er komt van alles en nog wat komt er voorbij. Sowieso, alles en nog wat, ja. Oké, boven is het gewoon beneden? Bij het vat? Nee, het is boven bij het vat. Eerste verdieping. Ja. Oké, okay, en hoe laat begint deze avond? 10 uur. En dan gaan we draaien door tot 3 uur. Dan gaan we er erbij komen. Oké, maar het zal nooit een uurtje afgaan. Nee. Dat niet. Anders val ik direct op. Ja, boom. Quanta costa? Hoeveel moet ik betalen om naar binnen te komen? En het is vrij. Echt waar? Ja. Waarom is altijd zo geslagen? Het is altijd een drukte. Ja, waarom dan moeilijk gaan lopen doen? Ja. Een gratis feestje op de zaterdagavond. Nou, ik hoor het niet zo vaak. Ik maak het niet zo vaak mee, ik hoor het ook niet zo vaak. Gratis en voor niks. Dus voor de mensen die van de ethisch houden, voor de mensen van de 90's muziek houden, voor de mensen van de muziek van nu houden, dan is er natuurlijk ook nog gewoon een heleboel. En weet je, uiteindelijk maakt het ook bijna niet eens uit. Het is gewoon de gezelligheid die het maakt, de gesfeer die het maakt, de mensen die het maken. En wat ik wel heel leuk vind van al deze, weet je, van de muziektijden en zo, dat er sowieso altijd wel liedjes tussen zitten waarvan je denkt, oh, dat was het liedje toen. Dat was me gewoon niet eten. Of dit heb ik lang niet gehoord. Ja, of weet ik veel. Of toen was het op mijn eerste schoolfeest. Ja. Dat is wel altijd heel erg leuk. Het is een beetje memory lane. Maar uit ervaring komen we wel ook best wel heel veel mensen tegen die zeggen van, hé, je raakt ons erg met bepaalde nummers. Ja, weet je, omdat een bepaalde herinnering opbrengt. En die herinnering slaat me gelijk, weet je, van bam! En ik denk, oh mijn goodness, en plotseling voel ik even weer die rilling en weet je, het is zo prettig om het aan te horen, maar ook dat je mensen ook zo tevreden kan stellen. En eigenlijk ook mensen die bijvoorbeeld misschien in een dip zitten of extra gelukkig zijn of zo, weet je, er komt gewoon een extra tintje bij. Oké. En men flirt gewoon op. Ja. Het is eigenlijk een heel geestelijk gebeuren. En het is gewoon een feel-good avond. Ja. Een feel-good avond. Ja. 10 uur? 10 uur, ja. Er is ook een thema aan verbonden. Mm-hmm. Want elk jaar moet thema zijn. Mm-hmm. Kick and dance. Wat? Kick and dance. En waarom kick? Schop en dans. We zijn nu weer van Champions League. Dus zaterdag is de finale natuurlijk van de Champions League. Ja.
Ja. En, maar hoe ben je verklappen dat Madrid gaat verliezen hier bij? Ik denk dat je zou zeggen, en ik mag nu ook hierbij verklappen dat, ik denk, een of andere grote voetbalster komt. Oh, Madrid gaat verklappen. Maar, laat Desje jou niet horen, anders ben jij nooit meer welkom hier. Ja, maar hij is van Barcelona. Nee, dus is kicking dance. Dus de bedoeling is dat hier is ook met zijn sportuniform daar. Oh, dat is ook wel respect. Dan hoef je niet wat zo moeilijk gaan zijn. Nee, al die hakken en weet ik veel. Ja, die waren dus met camouflage. Oké, maar nu is het gewoon lekker als je een leuk voetbaltenue hebt. En het maakt echt geen bal uit of het een team is wat wel in de finale van de Champions League staat. Of niet staat, of het een winnend team is, verliezend team is. Mm-hmm. Al kom je in het shirt van het nationaal Surinaam zelf. Helemaal. Ja, toch? Nou, lekker easy going, dames. Gewoon de gimpel lekker aantrekken. Zaterdag aanstaande dus boven bij het vat, gratis en voor niks. Een gezellige feel-good party met 80s, 90s en muziek van nu. Ja. Heren, mag ik jullie danken voor het komen naar de studio? Ik ben zo geschrokken! Yeah. Ik ben zo geschrokken. En voor die mensen die nu net in... Ja, nee, kom even staan. Of zitten of zo. Ja, kom even. Ja, Tim, je bent... Ja, hoeré! Zo lang! Ja. Jeetje, Mina. Ik ben helemaal... Helemaal van... Oh, moet ik blazen? Nee, dat... Oh! Nou, zal ik hem even blazen? Hallo? Ik ben helemaal... Hoeré! Ik ben helemaal in de war. Ik moet blazen. Oh, eerste mensen. Ja, nou, hou jullie naam aan je mond, dat kan er niks mensen. Ja. Oké! Ja, we moeten af. Nou, ik ben zo in de war op dit moment. En ik had toevallig zo'n honger. Ja, oh, en gelukkig, want ik had niet gekookt vandaag. En kijk, voor die mensen die net... we gaan niet smeren, dat gaan we niet doen. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld en denken... Wat is dit nou weer voor gepruts hier op de zender? Dames en heren, ik ben jarig vandaag. En dat is heel erg. Dat mijn collega's dat niet zomaar voorbij wilden laten gaan. Nee. Ik ben helemaal in de war. Snij. Niet smeren. Ik ga met de soos zeggen. Ja. Dank je. Nee, misschien helemaal niet. Nogmaals, voor de mensen die dat even gemist hebben. Bij deze bedank ik iedereen ook weer voor alle lieve verjaardagswensen. En de leuke foto's. En de mooie collages die er gemaakt zijn. Het sterkt je toch wel even. En het maakt alleen maar dat je nog meer zin krijgt. Tenminste, ik dan hoor. In mijn 39 levensjaar. Ik heb er helemaal zin in. Vanaf deze plek bedank ik jullie natuurlijk ook allemaal voor deze enorme En ik denk, waarom zit iedereen dan zo gestrest naar me te kijken? Maar nu snap ik het. En vanaf deze plek zeg ik natuurlijk ook dankjewel Delmira's beautiful birthday nails. Ja. Mag ook kunnen. Ja, kunnen we even inzoomen, bolletje? Kunnen we even inzoomen? Ja, alles gaat nu toch niet zoals het moet gaan. Dus dan kunnen we nu ook gewoon inzoomen. Ja. Ja, zie je dat? Helemaal mooi. En zeg ik natuurlijk ook dankjewel tegen Mel en Gies Herbar. Natuurlijk voor de birthday krullen die ik vandaag heb gekregen. En Ragna, nee hoor, wees maar niet bang. Jouw werk zal ik niet verpesten met taart. Ragna Pina's natuurlijk voor de visagie. We kennen het. En ze weet jullie te vinden. Tegen jullie wil ik allemaal natuurlijk zeggen dat we er morgen of zaterdag, of weet ik veel, wanneer zijn we er weer op YouTube. Zaterdag zijn we weer, geloof ik, in herhaling. Dan mag je me ook nog steeds feliciteren, maar dan is deze verjaardag al voorbij. Volgende week donderdag zijn we natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering. Wat je dit weekend ook gaat doen, denk eraan, als je een glaasje op hebt, laat je je altijd rijden. Ook als je jarig bent. Ik zie jullie volgende week weer. Bye! Dankjewel! Oh, wacht even.
shake it first, shake it first, shake it first, shake it first. Die pop, hoor, die pop, 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 pop. Je mag gesloten, ik heb dorst, ik heb dorst. Hey, ik heb dorst, ik heb dorst. Lekker hoor. Ja, ik had gewoon dorst. Jezus, wat leuk dit. Ja, Bollo, er is ook taart voor jou. Er is ook taart voor jou. Er is ook taart voor jou. We kunnen er echt uit hoor. We kunnen er echt uit. Doei.